Goed, het is zaterdag 16 november, DVS Barendrecht. Bijzondere wedstrijd. De eerste wedstrijd zonder hoofdtrainer Richard Plug. Goed gepresteerd, een team gemaakt en veel punten gepakt. Alleen hij was hij niet op zijn gemak. Wel met een team, maar ja, niet met een deel van de achterban, wat het ook mag zijn. Zegt dat wat over de vereniging? Misschien wel, maar misschien ook niet. Er zitten altijd twee kanten aan een verhaal. Maar goed, tijd voor een potje voetbal. André, heb je je bril meegenomen? Ja, ik heb hem opgezet. En bedankt daarvoor nog. Ik mag mijn eigen bril opzetten en mijn eigen mening geven over deze wedstrijd. Nou, daar ben ik blij mee. Eens even kijken. Kan Barendrecht gevaarlijk vandoor? Wordt het 1-1 daar? Niet goed opgelet en dan staan we 1-0 achter. Ja. Daar waren we bang voor. In de eerste minuut, tweede minuut van deze wedstrijd, komt Barendrecht verrassend. Maar de eerste keer dat ze gevaarlijk worden, wordt er meteen gescoord. 0-1, ga er maar aan staan. DVS. Koen Vloedgraven. Zoekt daar. Ja, dat is een goede actie. Daar. Mooi schot. Bal snel gegeven. In. Kijk eens, Roemion raakt hem volledig verkeerd. Gaat over de ballenvanger heen. Vol op mijn auto. Maar dit ziet er lekker uit. Ja, die aanval. Hier is ruimte. Ja. Kijk eens. Er zit niet heel veel supersnelheid in die aanval, maar het gaat gestaag. Komt die voorzet. Schiet hem erin. Wie is daar? Hey, schiet hem erin. Jij bent gek. Ja, jij kijkt te veel vorige week. Het is weer een nieuwe week, Maarten. Tweede bal is vaak voor Barendrecht. Nu niet. Goed geen ingespeeld. Kijk eens. Roemion, zoek die man op. Ga er doorheen. Ga schieten. Ga scoren. Oei. Net over de goal van keeper Nick van der Ploeg. Goeie bal. Zo. Het is dat die gast van Barendrecht verdedigend kopt. Anders was het heel gevaarlijk geworden. Nu een snelle voorzet. Ting van de bal. Geen buitenspel. Geen buitenspel, zegt de scheidsrechter. Cameraman van Barendrecht vond dat wel, maar wij niet. Niks nee, dat is goed verdedigd door Barendrecht. Werd naar buiten toe gewerkt. Benjamin Romeon. Hakje van... die is wel leuk hoor, dat hakje van Jeremy Jonker. Ja, functioneel. Ja. 1-2 kijk eens. Misschien. Oh, dit is ook lekker. Ja, wat een mooie combinatie en schieten. Daar is de keeper. Nick van der Ploeg, lekker begin van tweede helft aan DVS. Publiek gaat erachter staan. Dit is wat ze nodig hebben. Excelsior ongewijzigd in 1-2. Ajax is dus op gelijke hoogte gekomen. Net al door Maarten gezegd. En daar moet opgetreden worden door Salem. Metertje. Over de goal van Daan Huiskamp. Dan staan ze gewoon goed. Nu niet. Nu niet. Op de paal. Bal op de paal. Keeper was ook totaal... werd nog van richting veranderd door de verdediger volgens mij die bal. Komen kansen voor DVS nu? Die is voor de keeper. Ik denk dat het niet zo lang meer duurt voordat Uiterloos een hesje mag uitdoen. Is geen buitenspel. Komt het 2-0. Hé. Die juicht al van tevoren. Rami Salem. Foutje daar op de lijn loopt. Er wordt ruimte achterin weggegeven. En Salem die maakt hier 0-2. Terwijl je eigenlijk naar die 1-1 toe wil werken. DVS hier de deksel op zijn neus. In de 70ste minuut. Goed gedaan van Uiterlo. Ondanks zijn fysiek en zijn lengte toch best wel handig is als hij de bal aan zijn voet heeft. De keeper en de captain lagen daarvoor van Barendrecht. Snel genomen. Moro. Nou. Knap schot tussen de palen. Maar mist snelheid. En is van de hele hand. Heel end. Roel de Vries. Strakke bal. Net over... Hensbal. Oh, nou, maakt niet uit. Als je voor de derde keer moet je hem dan ook niet geven. Hè? Nee, dat is een grapje. De scheidsrechter heeft het goed gedaan. En die staat daar beter voor dan dat wij in onze commentaarpositie vergeleken met de Muppetshow kunnen vertellen.
Morro. Fors aangepakt. Fors aangepakt nog even, ja. Vrije trap nog. Dit hebben we deze wedstrijd nog niet gezien. Zo fel optreden van verdedigers van... Sparta Nijkerk heeft de wedstrijd beslist. Dat daar 2-4. Dat betekent dat het 5 punten wordt. Naar, ja. Complimenten naar onze buur in Nijkerk. Enrico Patrick. Eekman met helemaal niemand om zich heen. Wint de tijd voor Barendrecht. En ik denk dat het wel afgelopen is bijna. Barendrecht gefeliciteerd met de overwinning hier in Ermelo. We wensen jullie allemaal een heel fijn weekend. Bedankt voor het kijken. Volgende week proberen we er weer te zijn dan in Terlede. Prettig weekend. Fijn weekend. Goed, een week geleden had je niet verwacht dat je nu voor de camera zou staan, denk ik. Had ik zeker niet verwacht. Tot eigenlijk gisteren aan toe. Dat ik verwachtte dat hier de trainer zou staan. Ja, dan verliezen we vandaag met 2-0 van Barendrecht. Hoe heb je de wedstrijd beleefd? Ja, het scenario had ik wel een beetje rekening mee gehouden. Hè, want het is een zware week geweest. En dan weet je dat het in de kopjes goed moet zitten. Na 2 minuten krijgen we een goal tegen die ik het hele seizoen niet tegen heb gezien komen. Ja, en dan wordt het moeilijk. We hebben alles gedaan om nog veel rust orde op zaken te stellen. We zijn overgegaan op een ander systeem. We kregen wel wat meer grip op de wedstrijd. Maar eerst zelf was er weinig kwaliteit, vond ik. Om die gelijkmaker echt goed te maken, zeg maar. Ja, en dan tweede helft krijg je uiteindelijk die 2-0 nog om de oren. En dan wordt het natuurlijk wel heel erg moeilijk. Ja, goed. We hebben alles geprobeerd met de wissels. Aanvallend gewisseld. We hebben op een gegeven moment een bal op de paal gehad. Een paar keer dat hij net niet goed viel in de 16. En dan weet je dat hun uit omschakeling die ruimtes die wij weg gaan geven gebruik van maken. Ja, het is even een lastige week zo. En de komende week de koppen bij elkaar. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Nou, voor mij zijn allemaal profs, die jongens. Ik verwacht gewoon dat ze de kopjes schoonmaken maandag. En dat we zijn bezig met een missie om voor een goed resultaat te gaan. En we hebben de kwaliteit. En ik vind ook dat het, dat moet volgende week weer meteen gaan gebeuren. Dus maandag meteen weer aan de slag naar aankomende zaterdag toe. En de jongens, hoe hebben die wat jou betreft voor de wedstrijd gereageerd? De resultaten weten we nu na de wedstrijd, maar hoe is het binnengekomen bij hen? Nou, ik heb er vandaag weinig over gehad. Je weet dat die jongens die moeten het allemaal op hun eigen manier verwerken natuurlijk, wat er gebeurd is. En we hebben er weinig aandacht aan gegeven. En we hebben gehoopt dat die jongens een goede wedstrijd zouden spelen. En ik had het idee dat ze toch best wel... gemotiveerd, misschien iets te veel overgeconcentreerd, dat weet ik niet. Maar ik kan die jongens niks kwalijk nemen. Die hebben echt tot aan de 90 minuten keihard gewerkt. En dat kan een keer gebeuren. Ik vond Barendrecht een prima ploeg. En goede verdediging, stond als een huis. En dan weet je, als je moet scoren, dan is verdedigen makkelijker. Ja, nou gelukkig hebben we al een hoop punten gehaald. Zaterdag naar Terlede, hopen dat we daar een beter resultaat gaan halen. Ja, dat gaan we ook zeker hopen, ja. Dus... Dankjewel. Jack van den Berg, feestmuziek in de kleedkamer bij Barendrecht. Dit is een mooie overwinning voor jullie. Ja, we winnen niet iedere week, hè, dus dan daar ben je er blij mee. Maar ja, eigenlijk is iedere overwinning. Hè. Winnen is altijd, winnen is alles. Dus als je dan van een hele goede ploeg wint, dan ben je daar blij mee natuurlijk. Wat dacht jij deze week toen je een beetje de onrust hoorde bij DVS dat je denkt we gaan naar Ermelo? Had je het idee hier valt wat te halen of hoe gaat zoiets? Nou ja, je denkt dan wel van is dat gunstig, is het niet ongunstig? In dit geval dacht ik wel van nou, een trainer die goed ligt bij een groep, als die dan weggaat is dat nooit gunstig voor DVS. En dus wel een beetje gunstig voor ons. Maar ja, als zij 1-0 voorkomen, hoewel, die kans hadden ze niet. Dus... Nee, snel eerste helft valt snel voor jullie. Hoe heb je verder naar de wedstrijd gekeken? Wat is jouw verhaal? De eerste helft, ik weet niet hoeveel procent balbezit DVS toen had. Maar toen vond ik eigenlijk ons gewoon sterker. Gewoon omdat we lieten één speler opbouwen. Ja, en die wist daar geen raad mee.
Het gevolg is dat je balverlies gaat leiden en dat je counters krijgt. En daar hebben we één doelpunt uit gemaakt. Op dat moment dacht ik van ja, dat is ook precies wat we afgesproken hadden. En DVS heb denk ik niet veel, ik wil niet... In de eerste helft niet veel kansen gekregen. Tweede helft ook niet. Maar ja, oké, als die dan valt hebben we natuurlijk niks te zeggen. In de loop van de tweede helft heeft DVS alleen maar de bal. En zijn ze van 5 verdedigers naar 4 verdedigers gegaan. Uiteindelijk 3. Dan moet je hopen dat hij niet goed valt. Maar de eerste helft hebben wij het echt goed gedaan. En het plan wat we hadden kwam uit. En, Ja, en een handige voorhoede, de nummer 10, Salem met de 2-0. Jongen die volgens mij ook lang geblesseerd is geweest. Dat moet je tevreden stellen dat hij hier een belangrijke goal maakt, denk ik. Ja, Rami is er anderhalf jaar uit geweest. En dit is het tweede doelpuntje vorige week, scoorde iedereen. En nu, dus dat is natuurlijk altijd lekker. Maar Rami is ook een jongen met snelheid. En het is af en toe wel een beetje een botsetje, maar de coördinatie kan nog wat beter. Maar we zijn super blij met hem en er gaat altijd dreiging van uit. Hè. Als die 1 tegen 1 staat met een tegenstander, dan moet je goed opletten. Hij is best rap en hij heeft ook nog een heel goed linkerbeen. Dus, mooi. Gefeliciteerd met de punten en succes volgende week. Waar gaan jullie heen? Poeh, ik weet het even niet. Dat is als je twee clubs hebt, dan denk ik van het is zaterdag, dan morgen zondag wordt die EFC voor de beker. VVSB, ja. Ook 5 verdedigers. Ja. Ja, die hebben ook geen trainer. Dus, Nee, ja, inderdaad. Ja. Dus we gaan het zien. Ik weet niet, wat hebben ze vandaag gedaan? Spelen om 6:00. Dus dat zien we straks wel. Nog 0-0. Ja, VVSB uit. Ja, of thuis. Ja. Nou, succes. Dankjewel.